And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the size where you go. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom terug op dit nieuwe vlog bij Gaal. Mijn naam is Stefan. En het is weekend, dus het is de tijd voor vlogs en TikToks. Yo. Mijn week was super leuk gisteren in Wageningen. Echt van genoten. Was echt super leuk en gezellig. Ja. Ook weer gelukt. Mijn toppie. Yo. Ja, en morgen, lieve mensen. Welkom terug op deze nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik wil allereerst zeggen dat het een hele gezellige week was. Een hele positieve week. Ik ben stabiel. Daarom let ik ook weer terug. Daarom heb ik. Ja, we letten op kunnen spelen en nu ben ik gelijk in een mooie Randwijk. Dus let's go. Ik was super lekker, super leuk. Zo dus even een content maken, ik ga straks even houden. Dat soort hessen over berichten, een paar mensen berichten. Een paar mensen die ik gesproken heb. Gaan we goede content maken, dus let's go. De zon schijnt lekker. Dus ga ze een bootje doen bij de podcast. En al die peus, zeg maar, is leuk. Heel bijzonder en leuk en gaaf content maken. Dus dat moet ik yo. Waarvoor? Oh, koekjes. Zij gedraag je bij ouders. Ik zei ja hoor, komt wel goed, zei ik. Nee, zei Maas. Ja, ik zei ja, dat ga ik zeker doen. Komt helemaal goed. Ik zei vooral leuke video's maken en gezelligheid. Ik zei, wordt wel gezellig. Veel vogels, heel veel. Goeie morgen denk ik nog. Morgen is het nog, hè? Dit zijn, ik kan niet goed zien wat het zijn. Het zijn echt veel, poepoe. Kies zo. Lijken wel meer, hoor. Denk het wel, ja. Dat is prima. Oké. Zo, wij gaan even lekker naar Dorcas. We gaan even iets brengen daar. We gaan boodschappen met Aldi. En ik wil vandaag ook tegen jullie vertellen dat de eerste week met de laptop online heel goed ging. Ging super. Mijn moeder zit er, kijkt ook vrolijk, ze heeft er ook zin in, dus dat is hartstikke mooi. En ben ik natuurlijk aan het opruimen geweest. Ja, het was voor net zo'n goede week. Het zonnetje schijnt, het is een beetje fris buiten. Maar we maken er moois van, dus geniet van. Joe. Heel lief mensen, ik heb een beetje een volle hoofd, een beetje druk. Goede gesprekken met de vaste invaller gehad en met de begeleiding in mijn huisgenoten. De kazijntje op het kaas vanochtend heerlijk gedoucht en vanochtend heerlijk. Maak ik gewoon een frisse fruitig, lekker geslapen. Beetje moe nog, dus ik ga zo meteen nog even rust pakken. Dan ligt mijn bed heerlijk, dus ik ga zo even lekker pushen. Dit ik wens je een hele fijne zondag toe, zaterdag toe, sorry. En dan was het allemaal goed gaan. De koekspreek was super lekker, super gezellig, super leuk. Ik ga nog video's opnemen, nog 5 bibelkoekjes opnemen, TikToks maken. Straks komen mijn vader en mijn zusjes thuis in Randwijk en dan gaan we praten. En dan morgenavond komt mijn zusje met een vriend bij ons gezellig eten. Dus wordt hartstikke leuk, komt helemaal goed. Een beetje moe, een beetje wakker worden nog. Maak er best van, dus blijf lachen, Stefan. Dat gaat heel goed. De pontfiets ging goed, de pont was gezellig van de week. En dan weet je wel, we maken een hele mooie dag van. God weet alles. God heeft alles in de hand. Ik wens je allemaal een hele fijne zaterdag toe. Glaszeggen vraagt ook nog. En goedemiddag, lieve mensen. Kom je bibelboeks aan, nieuwe reps aan, nieuwe titels aan. Vandaag is zaterdag, mooie dag. Het is alweer. De vijfde week van januari, we gaan mooi maken. Dus niet van je zaterdag. En ik ga mijn gordijnen opgooien, wat ook overgooien. En ik ga mijn hele knop omzetten en positieve, leuke video's kijken. En dat komt allemaal goed. Yo. Hele goedemiddag op deze prachtige, mooie zondag. Zaterdag. Ik ga uitleggen geven wat voor speelkamer gebruik. Om mijn baardje te zalven en andere spullen. Nou, deze als 7 balsem. Hartstikke nice, bevalt super goed. Allereerst wil ik jullie vandaag een hele prachtige, mooie zaterdag toe wensen. Er komen heel wat covers aan. Ik heb ontzettend veel zin in. Er komt een goede dingetjes aan. Er komt een uitleg over romantieke liefde en dat soort dingen komt er aan. En hoe nou verder met vroegste TikToks en zo. Hoe ga ik mijn livestreams verbeteren en hoe ga ik dit en dat verbeteren. Eigenlijk allemaal positieve dingetjes. Ja. Een stukje nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus dat betekent ook dat het weekend is ik online ben. En de eerste week met de laptop, online in Wageningen met de laptop, is goed bevallen. En ik wil ook iedereen die naar mijn vlogs kijkt, of maar vindt ik leuke video's maak of leuke foto's maak. Ik woon dus begeleid. Daar ga ik vandaag dit weekend weer uitleg over geven. Ik werk dus 5 dagen van de week op een zorgboerderij. Ieder uitmesten, duur zorgen. Mesten, hakselijk, mes kraaien, dat ze de heel zwaar in